21 januari, een raadsvergadering in Gennep, dat wil zeggen, de raadsleden waren met elkaar over een onderwerp in discussie. En dan gaat het ons niet over de inhoud van die discussie, die komt later ter tafel. Maar het ging ons wel over de procedure van hoe komt deze vergadering nou tot stand en hoe denken de politieke partijen erover. Om te beginnen zullen we spreken met de heer Pubbe, daarna met de heer Brouwers en afsluitend met mevrouw Van Hulstein, de voorzitter van deze vergadering. Jullie hadden vanavond een bijeenkomst. Wat voor een soort bijeenkomst was dat? Dat was een informatiebijeenkomst voor raadsleden en burgerraadsleden. En wat houdt dat in, een informatiebijeenkomst? Nou, dat kan heel erg breed zijn. Deze was georganiseerd door het college, soms wordt het door de raad georganiseerd. Het gaat erom dat de raad en de burgerraadsleden een beeld kunnen vormen van het onderwerp. Oké, maar dan komt u vooraf met een punt van kritiek en dan zegt u, jongens, dit kan zo niet. Nee, dat klopt. Vorige week toen zagen we ineens de agenda. Die was voorheen niet bekend, die agenda. En toen zagen we de agenda en daar stond uitdrukkelijk in wat voor burgers toegankelijk is. Van deze avond is alleen voor burgerraadsleden en raadsleden. Ergo, hij was dus niet voor inwoners. En toen gingen wij op onze achterste poten staan. Zo van, ja, maar dat kan niet. We gaan hier geen besloten informatiebijeenkomsten organiseren. Ja, maar wat concludeert u uit dat dit een besloten bijeenkomst was? Want er waren een boel bezoekers, zelfs de media's aanwezig. Nou, dat concluderen wij omdat wij publiciteit gemaakt hebben en gezegd hebben, hier hebben wij vragen over. En toen heeft de collega gezegd, nee, iedereen is van harte welkom. Iedereen was welkom vanavond. Goed, gebeurt dit nou mogelijk nog een tweede keer? Want u had het ook over de totstandkoming van de agenda voor vanavond. Kijk, zo'n agenda komt tot stand in het presidium. En het presidium heeft niet gepraat over deze avond. Die stond gewoon gepland in de jaarplanning. En is 4 dagen van tevoren is pas de agenda bekendgemaakt. Ik mag hopen dat het presidium dit zich ook aantrekt en denkt van ja, we moeten toch een klein beetje meer de touwtjes in handen houden. Kunt u me aangeven wat het presidium is en wie erin zitten? De fractievoorzitters van elke fractie die zitten in het presidium. En 1 keer in de 6 weken komen die bij elkaar om te praten over wat moet er op de agenda komen te staan. Hoe gaat het? Hoe is het gegaan? Wat kunnen we verwachten? En over deze avond was niet gesproken in het presidium. Heeft u binnen het presidium, want die is vanochtend ook nog, vanmiddag ook nog geweest als ik het goed heb, vanaf 4 uur, daarover gesproken dat dit in de toekomst niet meer gebeurt? Nou, Anke Zondermans, fractievoorzitter, is lid van het presidium en daar is uitgebreid gesproken. En daar is een heleboel kritiek over ons heen gekomen en waarvan wij zeggen van ja, het zal wel mooi zijn dat er kritiek is, maar wij willen gewoon openbaarheid en transparantie. Daar staan wij voor. Het was een soort werkbijeenkomst waar we ideeën uitwisselen, kijken of staan we een beetje in de goede richting te denken als college en wat vindt de raad daarvan? Een werkbijeenkomst. Nou worden die werkbijeenkomsten zoals dat ze hier in Gennep gehouden worden de laatste jaren, die worden van tevoren door het presidium vastgesteld. En daar zit u in als ik het wel heb. Ja, klopt helemaal. Het presidium is een soort agendacommissie en initiatieven kunnen vanuit de raad komen of vanuit het college of vanuit de burgerij. En het presidium kijkt dan of het past in de agenda en dit is inderdaad besproken in het presidium. Is wel besproken in het presidium? Jazeker. Ik moet uit mijn hoofd, ik schat ergens in november, begin december. Met andere woorden, wat er door de heer Pubbe beweerd wordt, is dan toch kennelijk verkeerd? Niet alleen verkeerd, maar het werkt ook de suggestie alsof er iets onoorbaars zou zijn. Alsof er iets in de geheimzinnigheid plaats zou vinden wat eigenlijk in openbaarheid zou moeten. En dat is gewoon niet gebeurd. Ik bedoel, ik ben de eerste die wil strijden voor openbaarheid en geheimhouding waar het niet past bestrijdt. Ja. Maar dat is hier niet aan de orde geweest. Ja, mevrouw Van Hulstein, we kennen u als wethouder, maar u was nou voorzitter der vergadering. Dat klopt helemaal. Er was een werksessie vanavond met de raad en de burgerraadsleden. En dat ging over mobiliteit. En daar was ik de voorzitter van. Rondom mobiliteit is er een heleboel inbreng geweest. Klopt dat? Dat klopt. Er zijn een heleboel stakeholders, zoals we die dan noemen, al benaderd over hierover. Onder andere de verkeerskoepel. We gaan nog zitten met de bedrijven. Er zijn andere mensen benaderd. Dus dat is een hele brede groep van mensen die je benadert over mobiliteit. En de discussie was vanavond tussen de raadsleden? Tussen de raad en de burgerraadsleden. En we wilden het gevoel van de raad en de burgerraadsleden halen over bepaalde uitgangspunten van mobiliteit. Heel breed. Echt ook wel best wel abstract. Maar wel een vergadering waar elke burger van Gennep nou mag komen kijken en luisteren. Jazeker, dat was gewoon wat dat betreft openbaar. Maar ze mochten niet deelnemen aan de werksessie. Ja, ik begrijp dat de inbreng van de burgerij dan, laat ik zo zeggen, niet
aanwezig mag zijn. Maar dat ze wel mogen komen kijken en luisteren wat er besproken wordt. Jazeker, en indirect zijn de raads- en de burgerraadsleden natuurlijk volksvertegenwoordigers. De verkeerskoepel is een vertegenwoordigend orgaan. Dorpsraden en wijkraden zijn vertegenwoordigend orgaan. Bedrijventerreinen vertegenwoordigen ook mensen. Dus er wordt heel breed met vertegenwoordigers van de burgerij en de bedrijven gepraat. Jawel, maar als ik dan meneer Pubbe hoor zeggen dat de agenda veel te laat is en dat die niet openbaar is, wat dan? Dat is niet correct. Deze bijeenkomst was al gepland vanaf, ik geloof even uit mijn hoofd, november. Wanneer is de agenda bekend geworden? Ik heb geen idee, dat is aan het presidium. Ik zou bijna zeggen, het is aan een Nederlandse taal, hè? Want als je op een gegeven moment zegt dat die bijeenkomst op dit moment alleen voor raads- en burgerraadsleden gehouden wordt en dat de opbrengsten later gedeeld worden, zou je het op kunnen vatten dat de burger niet mag komen. Ja, maar als iemand dat denkt, dan kun je toch even gewoon bellen of een mailtje sturen en dan krijg je het antwoord dat je van harte welkom bent op de tribune, maar niet mag deelnemen aan de discussie. Eens, je kunt ook naar de krant stappen. Dat is ook een manier. Ja, dat is waar. Wat vind je van die manier? Nou, vind ik gewoon niet zo handig. Als je gewoon even had gebeld, dan had je het geweten. En er zijn een aantal mensen die hebben gebeld van, joh, ik heb interesse in mobiliteit. Mag ik alsjeblieft langskomen? Ja, natuurlijk mag dat. Dan wil ik u aanspreken als wethouder nog even, want tenslotte mag ik misbruik maken van dit interview. Wanneer komt dit onderwerp verder nog in de raad te sprake? Dat zal, pak een beetje, denk net voor het zomerreces komt dat wel weer een keer terug. Maar eigenlijk is het een heel dynamisch dossier, dus dat zal met enige regelmaat echt wel terugkomen. TZT wil ik graag nog een keer met u over hebben. Dat doen we. Gaan we mobiel beginnen. Ja, dames en heren, en tot zover het verslag van de bijeenkomst van de Raad van Gennep op 21 januari. Bij de volgende raadsvergadering zijn we bij graag bij u aanwezig. We zullen het dan wat meer over inhoudelijke items hebben. Graag tot dan.